Welkom bij de All You Can Ask livestream van de opleiding Commerciële Economie van de Hogeschool van Amsterdam. Wat gaan we doen? Wij gaan jou in 45 tot maximaal 50, 55 minuten alles vertellen wat je moet weten voor als je nog twijfelt over je studiekeuze. Misschien weet je je studiekeuze al, maar twijfel je nog over bij welke hogeschool je dat gaat doen. Of wil misschien weet je al lang dat je bij ons gaat starten en ben je gewoon hartstikke nieuwsgierig hoe dat zich allemaal gaat. Hoe dat allemaal gaat verlopen het komende schooljaar. Dat ga ik doen. Mijn naam is Wilco Verdoold, maar ik ga dat vooral doen met studenten, met docenten en met een aantal docenten die we op film vastgelegd hebben om je een beeld te geven van wie we zijn, wat we doen en waar we dat doen. Laten we beginnen met de belangrijkste. De eerste drie studenten van vandaag. Wil je jezelf kort voorstellen en ja, zeggen waarom je voor commerciële economie gegaan bent? Ja, ik ben Wendy, ik ben 19 jaar. En ik heb gekozen voor commerciële economie omdat ik eerst niet zo goed wist welke opleiding ik wilde doen. Ik had hiervoor ook een andere opleiding gedaan. En via een vriendin die deze opleiding ook heeft gedaan, had ik toen veel leuke dingen gehoord. Ook over de school. Dus heb ik besloten om deze opleiding te doen aan deze school. Dankjewel, welkom. Mijn naam is Sjoerd. Ik kom uit Haarlem en ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik hiervoor nog een andere opleiding deed. Junior Account Management. En dat sloot heel goed aan op... Op deze studie en sinds dit jaar begonnen en wonen ook nu ook in Amsterdam. Junior Account Management op het MBO? Ja, op MBO inderdaad, die vorige gedaan. Nou, mooi. Dankjewel. Ik ben IJsbrand, ik ben 20 jaar en ik woon in Amsterdam. En ik heb hiervoor media vormgeving gedaan, dat is een MBO-opleiding. En ja, ik zocht eigenlijk daarna nog een vervolgopleiding met als onderdeel, groot onderdeel marketing. En daarbij sloot commerciële economie heel goed aan. Dus daarvoor heb ik commerciële economie gekozen. Mooi, leuk. En aangesloten Joke. Ja, dankjewel. Joke Rodehuis. Ik ben docent bij de opleiding commerciële economie. En verantwoordelijk voor de Propeduizen. Dus het eerste jaar van onze studie. Waar ik nieuwsgierig naar ben, want jullie zeggen hoe je bij ons beland bent. Maar hoe kom je fysiek op de campus? Jij komt uit Amsterdam. Ja, ik pak eerst de Noord-Zuidlijn naar Zuid. En dan met de trein of metro. Naar de Belmer. Haarlem, zei je toch? Ja, Haarlem, maar ik woon nu in Amsterdam. Oké, op dus kamers? Op kamers inderdaad. Dus ik ga ook vanaf Centraal Station, want ik woon er dichtbij, met de metro. Naar Gein. Leuk, en jij Wendy? Ik kom uit Bodegraven en ik ga met de trein. Dat is ongeveer 40 minuten. 40 minuutjes van deur tot deur? Ja. Ah, top. En dan kom je aan bij Amsterdam, Bijlmer, Arena, op het station. En daar staat klaar mijn collega Sander om je meer te vertellen over het eerste stukje wat je dan aflegt richting de campus. Ja, welkom allemaal. Goedemiddag. We zijn aangekomen bij Amsterdam Bijlmer Arena. Het station waar je straks aankomt met bus, trein, tram of metro. Om vanaf hier door te lopen naar het pand van de Hogeschool van Amsterdam. Geheten Business Campus. In Google Maps gaat hij anders aangegeven. Dus let even op. Als je dat intikt, dan is het Vrijlandenborg, HVA. Kom je er ook. 6 minuten. Maar voordat we dat gaan doen, is toch eerst eventjes een beetje vertellen over wat je hier kan vinden. Heb je even een tussenuurtje of ben je klaar met je opleiding? Ga gewoon even kijken op onderzoek uit hier. Je hebt daar de Arena Boulevard met de Mediamarkt, Heineken Music Hall of pak een filmpje bij Pathé Arena. Genoeg te doen. Ook aan de andere kant, niet in beeld, heb je een Amsterdamse Poort. Winkelcentrum, superveel winkels. Of je gaat gewoon even lekker een terrasje pakken. Hier verschillende mogelijkheden om even tot rust te komen. Nou, ik ga alvast lopen. Wij zien elkaar straks terug bij de locatie Business Campus. Mooi. Ja, wij zijn er al. Sander straks ook. Dus dan krijg je nog meer te zien over de locatie en een beetje een indruk over hoe het eruit ziet. Zeker interessant voor mensen die het door corona niet voor elkaar gekregen hebben om een keertje fysiek bij ons langs te komen. Beginnen we dan gelijk, want jij zegt jaar 1, Propeduizen. Ja. Gelijk de schoolbanken in en van start? Ja, nou, bijna wel. We beginnen met een introductie. We beginnen op 30 augustus. Daarbij is iedereen uitgenodigd op de Business Campus. Kennis maken met de klas. Dus met je medestudenten, met docenten, met je PB-docent, die ook jouw coach is, jouw mentor. En we hebben studentcoaches, peercoaches noemen we die. En dan maak je dus echt kennis met elkaar, echt teamwork. Daarna een dag op locatie, allerlei activiteiten, sportievere activiteiten om elkaar te leren kennen. En we sluiten af met een stadsverkenning en die eindigt in een festival bij ons op de campus.
Wauw. Voordat we meer inzoomen op een aantal van die dingen. Je noemde een afkorting, hè? PB, Personal Branding. Gaan we straks meer over vertellen. Maar het belangrijkste is dat als je nu thuis zit en denkt, ik heb een vraag, ik wil iets weten, maak dan gebruik van de mogelijkheid om te chatten. Dus je zit op YouTube, je kijkt naar deze stream en aan de rechterkant heb je de mogelijkheid om vragen te stellen. En wij proberen zoveel mogelijk van die vragen vandaag gelijk al te beantwoorden. Met hulp van docenten, met hulp van de filmpjes, maar zeker ook met hulp van de studenten. Zodat je ook het echte antwoord krijgt hoe zij dat ervaren hebben. Dus als je vragen hebt, stel ze via de chat window in je YouTube. Hey, over die introducties. Kan je het nog herinneren hoe jouw introductie was? Want dat was waarschijnlijk in coronatijd. Ja, we zijn naar een fort gegaan en daar hebben we heel veel verschillende opdrachten gedaan, individueel en in groepsverband. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen en daardoor leer je je klasgenoten ook beter kennen. En ik raad het heel erg aan, ik zou het zeker doen. En ja, ik vond het... Je zegt ik raad het aan. Ik zie ook één vraag binnengekomen, is het verplicht om het te doen? Ik moet eigenlijk jou aankijken, maar hoe hebben jullie dat ervaren? Is het verplicht? Het is niet verplicht, maar het is wel heel handig om te doen, want je leert ook echt je klasgenoten kennen. En eigenlijk alle studenten van commerciële economie, dus je hebt ook een beetje beeld van wie je tegen zou komen. Ook docenten ga je spreken daarover. Je gaat ook bij elke groepje wat je activiteit dat je doet, spreken er verschillende docenten aan die iets anders doet. Dus je komt echt met iedereen in contact. Het is niet verplicht, maar ja, ik raad het ook wel te zeer staan inderdaad. Doen de docenten ook een beetje mee? Ja, die doen ook heel erg mee. Ja, ik heb toevallig was ik bij de introductie samen met Wendy. Ja. Toen moest ik over een evenwichtsbalk lopen. Nou, het moet niet, maar ik voelde de groepsdruk. Ja, nee. Dat vond ik wel vrij. Je moet wel meegaan met de studenten. Natuurlijk. Heb je ook meegedaan? Ja, ik heb hem helaas moeten missen. Ah, nee, echt? Ja, nee, dat was wel jammer. Want de eerste keer dat ik mijn klas zag was echt toen we fysiek les hadden. En dan zie je toch al gaan, dan zijn er wel al een klein beetje groepjes in de klas. Ik ga het nog rotter voor je maken. We gaan naar een filmpje kijken met wat jij gemist hebt. Dat je een beetje in beeld krijgt. Okay. Laten we zien. Natuurlijk willen we dat nieuwe studenten zich snel thuis voelen bij ons. Het helpt enorm als je snel weet wie je klasgenoten zijn, hoe ze heten, waar ze vandaan komen en dat soort dingen. En dat je weet wie je docenten zijn en vooral wie je mentor wordt. Want dat is degene die jou in jaar 1 nauw volgt. Die je kan helpen en die je ook coacht op het gebied van jouw ontwikkeling tijdens de studie. Om je zo goed mogelijk te laten landen bij CE, organiseren we introductiedagen. We doen dan allerlei kennismakingsactiviteiten en sportieve dingen. De introductiedagen voor de nieuwe CE-studenten vinden plaats in de week van 29 augustus. Deelname hieraan maakt de kans veel groter dat je de week erna, als de lessen echt beginnen, je prettig voelt, weet hoe alles werkt en bij wie je moet zijn als je vragen hebt. Zet hem dus vast in je agenda, dan ben je er zeker bij. Hey, los van dat je dat stukje gemist hebt, wat vind je tot nu toe het leukst? Het eerste jaar zit erop, bijna. Nou ja, niet echt hè, maar... De leukere dingen, ik vind de projecten zijn altijd echt heel erg leuk. Dus dan heb je gewoon je groepje en dan... ga je het echt samen doen met je groepje. Dus dat vind ik een heel leuk aspect. Wanneer je echt een beetje de praktijk gaat toepassen. Ja. De theorie. Gaan we het straks ook nog over hebben. Hè? Over die projecten en wat dat betekent. Heb ik ook wat andere mensen nog uitgenodigd die nog dieper op ingaan. Dankjewel. Wat vind jij het leukst? Ik denk ook wel de projecten. Maar ik ook wel personal branding. Dat je echt je eigen merk gaat creëren. Dat is natuurlijk ook wel best wel vet om te doen. En je hebt ook verschillende activiteiten die je ook alsnog met de klas gaat doen. Dus je bent ook heel erg betrokken met elkaar. En dat maakt het denk ik ook wel leuk. Ik vond de projecten zelf ook heel erg leuk. Maar ik vond de gymlessen in het eerste jaar vond ik ook wel leuk om te doen. Elke paar weken had je dan een andere sport. En soms had ik een sport nog nooit gedaan. En dat is dan gewoon wel leuk om te doen met je klas. Hoor ik nou dat ze gaan sporten? Ja, ze gaan sporten. Echt waar? Wij vinden het heel erg belangrijk. Hè? Net als de introductie. Daar leg je je basis. Hè? Daar leer je iedereen kennen. Dat is echt het begin van je studie. En wij geloven er heel erg in dat als je actief bezig bent, dus ook sportief, dat dan het studeren ook beter gaat. En we doen allerlei verschillende activiteiten. Van schaatsen tot padel en golf en tennis. Noem maar op. En in de tweede helft van het eerste jaar geven studenten ook zelf les. Leuk. Ja, je hebt ook gesport, zelfs met corona. Ja. Sommige dingen konden wel waarschijnlijk. Ja, klopt. Veel buitenlessen. We zijn weer eens mountainbiken. Padel hebben we gedaan. We hebben gesquashed. Echt wel echt leuke sporten. Tennis hebben we ook gedaan. Maar ook zelf lesgeven. Dan heb je met je projectgroepje. Organiseer een sportles waar een paar onderdelen voorbij komen. En dan ga je ook een beetje op je leiderschap in en zo. Dus dat komt alweer terug met personal branding. Ja. Dus dat is ook wel echt wel leuk om te doen.
Ja, het is wel mooi als je, wat ik al vertelde. Ik ben sinds 2 jaar werkzaam op de Hogeschool van Amsterdam. Als je de docenten die dit vak geven zegt dat ze sport geven, dat gaat nog net goed. Als je zegt gym, dan kijken ze je wat boos aan. Want het is echt, volgens mij voor mij ook personal awareness. Personal awareness, klopt. Welke lessen heb je gegeven? Ik heb voetbal gegeven en volgens mij volleybal ook nog. En dan hebben we ook nog verschillende warming-ups en dat soort oefeningen. Dus wel leuk. En jij volgens mij net niet, hè? Nee. Dat was een jaar waarin je volgens mij ook, dat herken je vast wel als je nu moet gaan kiezen, dat je op een video vast moest leggen dat je zelf gesport had. Ja. Nou, we hopen dat dat voorgoed voorbij is, hè? Dat het nu gewoon echt... Ja. Mocht je vragen hebben thuis, gebruik dus de chat, het YouTube-schermpje waar je kan chatten om jouw vraag te stellen, zodat we ze hier kunnen bereiken. We gaan straks switchen, dan hebben we weer andere studenten, andere docenten. Dan kun je in ieder geval ook daar de vraag stellen. Kijken of er nog andere vragen binnen. Nou, sport hebben we het over gehad. Wat nou als je niet mee kan doen met de introductiedagen? Nou, dan sta je hier ook gewoon. Hè? Dus dat kunnen we bij deze. Dankjewel voor je vraag, Mark. Geen probleem. Maar warme aanbeveling, zowel van de mensen die meegedaan hebben als de mensen die niet meegedaan hebben, om die introductie nu vast in je agenda te zetten. Ik ben benieuwd of Sander al op de campus is. Ja, 3 keer rijden waar we zijn. De mediatheek. Je ziet het al boeken, zover het oog reikt. Maar anders dan voorheen is het niet meer zo dat je een hele ruimte vol met boeken hebt, maar vind je het vooral online. bib.hva.nl, dat is de beste bron eigenlijk voor te starten met informatie zoeken. Daarnaast heb je natuurlijk ook tijdschriften. Je hebt een hele wand vol hier tot je beschikking, of het nu de quest is, de quote, of meer in de richting van je opleiding, de adformatie. Je vindt het allemaal hier. Mocht je er even niet uitkomen, dan hebben we hier ook informatiespecialisten die je daarbij kunnen helpen. En die vind je hier in de hoek. Alleen werken we niet altijd, maar het ook wel eens gewoon met elkaar. En of dat nou in een kleine setting is zoals hier, of in een wat grotere setting, grote tafels hier, nog grotere tafels daar. En, wat ik echt super vind, echt nagedacht over voldoende stopcontacten overal. Ja. En dan zijn ze hier nog druk bezig met de voorbereidingen. Maar als jullie komen is het allemaal spik en span. Superveel ruimte. Lekker groot. Heb je even geen laptop bij je, dan kun je altijd nog terecht bij je computertje hier. En als je er helemaal niet over uitkomt, of je wil gewoon even weten hoe onderzoek moet worden gedaan, dan heb je hier Center for Market Insights. CMIHVA.nl. Dat zijn echt specialisten, onderzoekers die eraan verbonden zijn, die je daar verder kunnen helpen. Nou, tot zover deze update hier. Terug naar de studio. Ja, dankjewel. Nieuwe gezichten, 5 nieuwe gezichten om precies te zijn. Laten we beginnen met een kort voorstelrondje. Wie ben je en hoe ben je hier beland? Ik ben Inge Welvoor. Ik ben 20 jaar oud en ik studeer op het moment sportmarketing aan de HVA met commerciële economie. Ja, hoi. En dan mijn naam is Demi, 23 jaar oud. En ik studeer ook commerciële economie aan de Johan Cruijff Academy in Amsterdam. En met afstuderen richting sportmarketing. Hey, die had ik nog niet gehoord. Commerciële economie en jij zegt Johan Cruijff Academie. Ja. Kun je dat toelichten? Wat is dat? Ja, Johan Cruijff Academie is eigenlijk opgericht voor topsporters. Om ook naast hun topsport een studie te kunnen volgen. En mijn sport is dan tennis. En voor mij is het echt ideaal om ook dus naast mijn topsport een studie te kunnen volgen. Hey, en ik ben niet heel goed in sport, maar ik kan aardig schaatsen. Zou ik me dan ook kunnen kwalificeren als ik wat jonger was voor de Johan Cruijff Academie? Jazeker, ja. Nee, joh, natuurlijk niet. Dat zou ik niet kunnen denken. Nee? Nee, heb je daar iets van een status voor nodig? Ja, je hebt volgens mij minimaal belofte status nodig om in aanmerking te kunnen komen voor deze studie. Nee, dan kom ik niet in aanmerking. Ja. En kan je het goed combineren? Zeker. Ik denk zonder deze studie zou het niet mogelijk maken om te kunnen studeren naast mijn topsport. En ik denk de mogelijkheden die de Johan Cruijff biedt, ook met bijvoorbeeld als je op reis bent, dan kan je je toetsen later maken of wat schuiven met deadlines. En ik denk dat het wel mogelijk maakt voor topsporters om een succesvolle studie te kunnen afronden. Ja, dus allebei, hè? Zelfs aan tafel, allebei sportmarketing, maar jij dan via de Johan Cruijff Academie. Leuk, dankjewel. Ja. Mag ik vragen welke sport? Tennis. Tennis, ja. Top. Leuk, dankjewel. Kom ik straks op terug. Ja, ik ben Julia, 19 jaar en ik zit nu in het derde jaar commerciële economie met afstudeerrichting Global Marketing en Sales. Ja. Dankjewel. En bevalt het tot nu toe? Ja, tot nu toe wel. Ik zit natuurlijk al in het derde jaar. Als het me niet zou vallen, dan was ik al wat eerder gestopt. Mooi. Derde jaar is stage, minor. Ja, ik doe nu mijn stage bij ING. Wel een sportmarketing stage ook, ja. Maar ik doe Global Marketing en Sales. Oké, leuk. En mijn naam is Pim van Zanden, 22 jaar. Ik doe ook sportmarketing.
En ik ben momenteel mijn scriptie aan het schrijven binnen mijn eigen onderneming. Leuk, en dat is er ook. En ja, sluit staat om het einde inderdaad. Ja, hoef je niet voor te schamen. Hoef je niet voor te schamen, no shame. Dus. Top, dankjewel. Ja, mijn naam is Leonie Akkerman en ik ben docent bij Commerciële Economie. En ik hou me met name bezig met persoonlijke ontwikkeling van onze studenten. Mooi, dankjewel. Over persoonlijke ontwikkeling gesproken, daar hebben we een filmpje voor klaarstaan van een collega, Stephanie, die meer gaat vertellen over personal branding. Ja, ik ben Stephanie van Beek en ik ben docent en heb een eigen bedrijf in personal branding. En ik krijg best vaak de vraag, wat is personal branding nou precies? Hoe kan ik dat zelf gebruiken en waarom is dat in deze tijd nou zo belangrijk? Personal branding is grofweg gezien het proces van inzicht creëren in wie je bent, wat je wil en hoe je dit op een heldere, onderscheidende en aantrekkelijke manier zichtbaar maakt aan jouw doelgroep. Het is de manier waarop jij jezelf profileert en welke eigenschappen je aan de buitenwereld laat zien. Nou, wil jij succesvol zijn, dan kan een studie daarvoor natuurlijk een hele goede basis zijn. Als jong professional wil je uiteindelijk ook succesvol zijn. En daar moet je dus onderscheidend voor zijn, net als merken. Dit kan je dus doen door in te spelen op een specifieke behoefte van jouw doelgroep, door duidelijk aan te geven welke rol jij kan vervullen. Net als merken moet je dus eerst inzichtelijk krijgen wat jouw persoonlijke karaktereigenschappen zijn. Wat voor type ben je? Ben jij iemand die graag het voortouw neemt en ervan houdt de leiding te nemen? Ben je iemand die graag op zoek gaat naar nieuwe creatieve ideeën? Iemand die zorgzaam is en het fijn vindt om anderen te helpen en te ondersteunen? Of iemand die alles graag luchtig houdt en gezien wordt als de grappenmaker, de entertainer in de groep? Een persoonlijkheidstest kan jou helpen inzicht te krijgen in wat jouw meest dominante persoonlijkheidstype is. En dat geeft je niet alleen maar inzicht in wat je belangrijkste waarden en eigenschappen zijn, maar ook hoe je dus van waarde zou kunnen zijn voor je omgeving. We komen elke dag, de hele dag, in aanraking met merken. Kijk eens om je heen. Leer ervan. Personal branding is een manier om verder te komen en de tools hiervoor vind je overal. De hele dag, elke dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Helder, denk ik. Personal branding, daar gaan we het nu over hebben. Het viel al even in de introductie, werd afgekort tot PB. Excuses daarvoor, maar we zitten natuurlijk vol met afkortingen. Daar ga je vanzelf aan wennen, dat valt wel mee. En dat is in elke tak van sport dat je dat hebt. Over sport gesproken, ik kreeg een vraag van iemand. Sportmarketing, toevallig heel veel sportieve mensen hier om me heen. Moet je dat al gelijk kiezen? Ja, het antwoord is eigenlijk met uitzondering van de Johan Cruijff Academie. Dan kies je voor sportmarketing dat het niet hoeft. Hè. Iedereen krijgt exact hetzelfde in jaar 1. Iedereen krijgt commerciële economie op zijn diploma te staan aan het eind. Maar na jaar 1 kies je voor verschillende studierichtingen. Nou, bijvoorbeeld global marketing, digital marketing. En daar gaan we het vandaag nog wel meer over hebben. En dus ook sportmarketing of ondernemerschap. Heb ik straks ook nog wat studenten van die daar hele leuke dingen mee doen. Personal branding. Ja. Gaat het nou meer over dat branding qua marketingvak of over personal? Want als ik naar de video kijk... Precies, het heet personal branding, maar het gaat natuurlijk niet alleen maar over hoe je je wegzet. Het gaat met name over wat ga je dan wegzetten. Ja, en daar gaat personal branding eigenlijk met name over. En aan ieder eind van het jaar dan ga je jezelf wel presenteren, dat hoort daar natuurlijk bij. Hè? Want waar sta je dan na een jaar? Maar het gaat ook over je studieloopbaan. Het gaat over wat heb je nodig om van A naar B te komen. Dus het kan zijn dat je in jaar 1 zit en je hebt zoiets van, ja jeetje, studeren op het hbo, dat is echt iets heel anders dan ik gewend ben op de havo of op het vwo of op het mbo. Dan heb je daar vaker wat gesprekken over. En daarnaast gaat het ook over je persoonlijke leertraject. Jij zegt gesprekken? Dus het is niet in een grote klas dat je dan vertelt van nou, dit is personal branding? Ja. Nou, dat zit er natuurlijk altijd wel een beetje in. Maar de ontwikkeling gaat echt over jou als individu. En daar zitten heel veel individuele gesprekken aan gekoppeld. Dus het is zowel klassikaal, niet in hele grote groepen, maar in halve groepen. Dat is de bedoeling. En daarnaast individuele gesprekken. Want daar gebeurt het eigenlijk. Want Hogeschool van Amsterdam, commerciële economie, volgens mij de grootste commerciële economieopleiding van Nederland. Ja. Maar dit klinkt dan juist heel... compact. Ja, zeker. Ken je alle namen van de studenten die je lesgeeft? Zeker. Ik kan ze nu niet opnoemen. Nee, dat hoeft wel niet. Herkennen jullie dat? Ben je een nummer of heb je echt wel een docenten met wie je volgens mij een diepgaand gesprek hebt? Ja, je bent wel echt een persoon. Dus iedereen kent je gewoon qua naam en ook als persoonlijkheid. Dus je hebt wel een goede band met je docenten. Vooral met je personal branding docent. Dan daar zit ik altijd wel op een hoger niveau mee dan met de andere docenten. Ja, dus... mooi dat je dat ook echt, de diepgang ook meer daarin. Ja, dat vind ik. Ja.
Wie is de eerste die je dan belt als je vastloopt met de studie? Durf je dan ook je pb-docent te bellen? Hoort dat erbij? Ja, dat mag. Je hebt altijd hun nummer, dus je mag ze altijd appen, bellen. Mailen mag ook natuurlijk. Ja. Dus je kan ze natuurlijk altijd... Ze zijn altijd voor je klaar eigenlijk, laat maar zeggen. Dus dat is ook super fijn. Maar ook je andere docenten, als je ergens mee zit, kunnen ze ook je helpen. En dan kan je ze ook gewoon mailen. Dus iedereen eigenlijk staat klaar voor je. Hey, en binnen sport is die rol misschien nog wel groter. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, nee, zeker. Wat ik ook heel erg leuk vind, is dat op de Jan Cruijff Academy eigenlijk bijna alle docenten oud-topsporters zijn. Dus ze kunnen zich ook heel erg inleven in jouw situaties en daarin de beste keuzes maken. Dus ik voel heel erg echt een persoonlijke band met eigenlijk alle docenten die ik daar heb. En ik denk ook wel dat dat echt heel erg fijn is dat ze ook goed begrijpen wat je doet natuurlijk. Want topsport is vrij intensief en daarnaast een volledige studie volgen is niet makkelijk. En er is gewoon hele goede ondersteuning. En zeker bij het vak personal branding krijg je echt gewoon heel veel individuele aandacht. En werk je echt samen met je docent eigenlijk naar jouw personal brand. En dat vind ik wel erg mooi. Mooi. Jaar 3. Ja. Heb je dan al 3 jaar lang dezelfde personal branding, heet het, hè, docent? Ik neem aan dat dat elk jaar weer switcht, want je moet de studierichting kiezen. Ja, nee. Ik had in de eerste een andere dan in de tweede. Op zich vond ik dat niet heel erg. Want in de eerste leer je natuurlijk wel je docenten zo kennen. Maar ik vond het geen probleem om in de tweede een nieuwe te krijgen. Ik vond het ook wel verfrissend. En in de derde heb je bij je minor niet echt een docent waarbij je aangekoppeld bent. Maar tijdens je stage heb je natuurlijk wel een stageopgeleider. Is er iets bijgebleven van je pb-docent? Ja, personal zeker. Branding docent? Sorry. Ja, zeker. Ja, ik heb ook wel verschillende pb-docenten gehad hoor. Maar ik moet zeggen, als je dan in het eerste jaar komt, dan denk je inderdaad van, heeft het wel een toegevoegde waarde? Mm-hmm. Maar ik ben nu mijn scriptie aan het schrijven, ik zit nu in het vierde jaar. Ik moet toch wel zeggen, je hebt wel veel van geleerd. Ja, je moet wel kritisch naar jezelf kijken en dat leer je wel echt met personal branding. Ja, want jij bent ook ondernemer, hè? Zei in je introductie. Heb je er daar ook iets aan? Ja, zeker. Iedere avond kijk ik wel een keer van, wat heb ik vandaag goed gedaan en wat komt beter? En hoe ga ik het de volgende keer doen? Dus met personal branding heb je natuurlijk best wel veel aan. Ja. Na een jaar neem je afscheid van die studenten. Ja. Doet dat pijn? Heb je soms denk ik van, herken je? Ja, je herkent ze sowieso, maar... Doet het pijn, dat vind ik als... dat is overdreven. Okay. Gericht op persoonlijke ontwikkeling, dan zie ik eigenlijk alleen maar nog meer kansen. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. Je hebt de student eigenlijk zien groeien in een jaar. Naar nog meer zelfredzaamheid en zelfsturing. En je weet dat ze over het algemeen zijn ze gewoon klaar voor de volgende stap. En dat maakt het zo mooi. Wanneer het pijn doet, is als de student vroegtijdig gaat vertrekken. Maar goed, die momenten zijn er ook. Ik vind het eigenlijk een feestje op het moment dat ze dan op het podium staan en jij staat er bijna. Dat is eigenlijk dan een feestje. Dubbel feest. Ook als pb-docent, omdat je ziet waar ze vandaan komen en waar ze uiteindelijk En dan zijn gekomen. Krijg je ongetwijfeld af en toe van die opmerkingen van een bedankje met toen je dat zei. Dat je denkt van, absoluut. Dan moet ik wel zeggen dat die vaak komen na de studie. Ja. Dat is op zich een goed teken, want inzicht heeft vaak wel tijd nodig natuurlijk om in te dalen, om het zo maar eens te zeggen. En we kunnen nu een heel goed gesprek voeren en dan kan het best wel zijn van dat zal wel. En dan achteraf denk je er nog aan terug, daar hadden wij het eerder even over. Dus het inzicht hoeft niet per se direct in het gesprek zelf plaats te vinden of in het jaar, dat kan ook later zijn. Sander begon net bij station Bijlmer Arena. De Johan Cruijff Academie, die zit daar natuurlijk vlakbij. Dat klopt, maar we gaan even kijken hoe dichtbij. Ja, we zijn hier niet echt in de Johan Cruijff Arena. Maar we zijn hier op de eerste verdieping van de Business Campus. Waar studenten aan de sportmarketing afstudeerrichting. Maar ook de echte topsporters die vanaf jaar 1 verbonden zijn aan de Johan Cruijff Academy. Ook daarin komt die Johan Cruijff terug. En... dat gedachtegoed, dat zie je hier overal terugkomen. Op de vloer, in de patas. Op de muur. Maar ook de regels van Cruijff. Want binnen deze opleiding wordt er heel goed gekeken, ook in de samenwerking met de studenten, naar hoe hij daar een visie op heeft. We hebben eigenlijk geprobeerd om hier een hele huiselijke sfeer van te maken. Ook hier zie je wissitjes bij elkaar, mensen kunnen komen. Ter inspiratie nog de trofeeënkast. En als je dan aan de rechterkant colleges hebt gehad, dan kun je hier gewoon even chillen. Met je docent napraten of daar verderop nog ruimtes vinden waar je met elkaar
aan projecten kunt werken. En dan lijkt het nu net alsof ik hier een persconferentie aan het houden ben, maar dat doen we niet. Terug naar de studio. Dankjewel. Kijk je nu thuis en gaat het een beetje duizelen? Heb je specifieke vragen? Voel je vrij om de chat te gebruiken. We hebben een aantal binnen. Laten we even beginnen met de vraag die denk ik het beste door jou beantwoord kan worden. Is die CE-studie, dus commerciële economie, als je dat doet bij de HVA, hetzelfde als wanneer je hem doet bij de Johan Cruijff Academie? Ja, nou in principe is het hetzelfde, alleen je hebt dus een topsportstatus. Dus je kan eventuele vrijstellingen krijgen of verschuivingen in je, ja, in je rooster of tentamens hebben. Het is echt vooral, het verschil zit erin, dus dat je als topsporter niet altijd aanwezig hoeft te zijn bij de les, omdat je natuurlijk een bepaald trainingsschema hebt. Maar in principe is de opleiding helemaal hetzelfde. Dus ja. Ja, helder. Helder antwoord. Inmiddels aangeschoven. Stefan, kan je jezelf kort introduceren? Tuurlijk. Stefan Mallenaars, al heel lang verbonden aan de opleiding Commerciële Economie. Ik doe heel veel dingen daar, maar onder andere ben ik ook docent. En nou, ik ken jou onder andere uit de lessen in. Dus ja, leuk om hier te zijn. Hey, ik kan de vraag aan jou stellen, maar ik begin het liefst bij de studenten. Een van de vragen, je hebt hem zelf waarschijnlijk ook al gezien, is welke vakken krijg je dan eigenlijk bij commerciële economie? Nou, we hebben het al gehad over personal branding, maar wat zijn andere voorbeelden van vakken? Je krijgt natuurlijk allemaal theorievakken. Dus zo krijg je marketing, communicatie, maar je krijgt ook marketing zelf op zich. Ondernemerschap wordt ook soms behandeld. Dat zijn vooral de theorievakken. Dan heb je ook nog gewoon je project. Dus dan heb je elk blok heb je een ander project wat dan weer aansluit op de theorie die je krijgt. En ja, volgens mij heb ik zo anders wel een beetje behandeld, precies. Toch? Daar gaan we het ook over hebben vandaag overigens. Hè? Dus het is een goede vraag. Ik snap de vraag ook, maar daar hebben we in het programma zeker rekening mee gehouden. Stefan, jij bent onder andere aangesloten omdat we, wat jij zegt, de theorievakken, dat noemen we onze kennislijn. Klopt. Kun je daar iets meer over vertellen? Zeker. Nou, wij willen heel graag dat onze studenten, als ze afgestudeerd zijn, jullie ook binnenkort, heel goed voorbereid zijn om in het bedrijfsleven iets te kunnen betekenen op het gebied van marketing en of sales. En daarvoor moet je ook je vak goed begrijpen. Het helpt heel erg, hier staan bijvoorbeeld wat paaseitjes, dat je leert wat bewezen manieren zijn om, voordat je die paaseitje op de markt brengt, goed onderzoek te doen, welke strategieën wel en niet werken. Dus daarom bieden we verschillende theorievakken aan om studenten daarop voor te bereiden. Maar ook als het om andere producten gaat dan paaseitjes te volgen. Ja, ik kijk er elke keer naar. Wat zou er in blauw zitten bijvoorbeeld? Volgens mij melk. En dat zijn duurzame eitjes, om even te benadrukken. Duurzame eitjes? Ja, dat is voor marketing ook belangrijk. Ja, zeker. Dat zien we veel terugkomen. Hey, een andere vraag die gesteld werd, ging over toetsen. Die kunnen jullie misschien het beste beantwoorden. Op welke manier wordt je kennis getoetst? En het gaat niet alleen om kennis, maar we hebben het nu over de kennislijn, zeg maar. Ja, het is theorie. Natuurlijk de tentamens waarvoor je moet leren. Dat is natuurlijk ten eerste. Maar ten tweede, ja, de projecten. En die vind ik eigenlijk ook het leukste, want die zijn heel gevarieerd. Dus zo leer je ook echt bij verschillende bedrijven. Krijg je een project, moet je bijvoorbeeld een marketingstrategie vormen of oplossen. Daar doe je onderzoek naar. En ja, dat is heel gevarieerd. Daar ben je heel gevarieerd bezig. En dan zie je in ieder bedrijf zie je weer wat anders. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om te leren. Dus, ja. In aanvulling op wat je zei over tentamens, want dat klopt, die geven wij ook. Maar wat we wel eigenlijk altijd doen is dat we studenten vervolgens uitnodigen om in dat tentamen de stof toe te laten passen. Hè? Want marketing moet je vooral kunnen toepassen binnen bedrijven. Dus bijna altijd zijn er dan ook vragen, jullie herkennen dat vast, waarbij je niet alleen een definitie moet kennen, maar ook vervolgens de stap 2 is dan oké, wat zou je dan binnen dit bedrijf doen op dit en dit gebied. Dus ook dan is toepassing heel erg belangrijk. Want zijn een beroepsopleiding natuurlijk. Nu zijn we begonnen met het zeggen dat we commerciële economie eten. En het gaat eigenlijk ook over marketing. Dus misschien is het goed om eens te gaan kijken naar wat we nou eigenlijk met marketing bedoelen. Collega Siebert heeft daar een filmpje over gemaakt. Mijn naam is Siebert Schaanberg. Ik neem jullie mee in de fascinerende wereld van marketing. Dit is het hoger beroepsonderwijs. De Universiteit van Toegepaste Wetenschappen. We gebruiken wetenschap om uitdagingen in de praktijk aan te gaan. Deze opleiding leert jou om marketing in de praktijk te brengen. Wat is marketing? Marketing is eigenlijk een beetje liegen, het mooier voordoen dan het is. Dat zou marketing kunnen, maar is dat verstandig? Marketing is de kunst van het verkopen van onzin. Dat zou marketing ook kunnen, maar is dat een goede keuze? Marketing is hetzelfde als marcom. Nee, marketingcommunicatie is slechts één van de marketinginstrumenten. Oké, dat is het dus allemaal niet. Wat is marketing dan wel? Marketing is the science and art of exploring, creating and delivering value to satisfy the needs of a target market, zegt Philip Kotter. Marketing is dus de wetenschap en de kunst van het creëren van aanbod met waarde voor een doelgroep. Nog korter, marketing is iets op de markt zetten. En iets is dan een idee, een product of een dienst. Voor de kennisopbouw werken we in het eerste jaar met het boek van de vader van moderne marketing, Philip Kotter. Laten we eens kijken naar de opbouw van dat Popperduizenjaar. Blok 1. De marketinganalyse en strategie. Blok 2, externe omgeving, het algemene economie en consumentengedrag. Blok 3,
de marketing in operatie. En in blok 4, de interne omgeving van het bedrijf, bedrijfseconomie. Kortom, wat zou je allemaal leren? Een marketingplan kunnen schrijven en dat houdt in het analyseren van de markt, een strategie bepalen, tactieken kiezen en ze uitvoeren. In 4 blokken van 8 weken krijg je begrip van marketingstrategie in een eenvoudige omgeving. De omgeving verklaard door algemene economie, consumentengedrag en business-to-business marketing, het operationele marketingplan en een analyse van de onderneming met bedrijfseconomie, marketing. Een fascinerende wereld van wetenschap en kunst. Tot zover de kennislijn. Maar naast de kennislijn hebben we ook een projectenlijn en daar gaan we nu een filmpje over laten zien. We werken bij CE met projecten. Het zijn 4 projecten per jaar. Ieder blok heeft zijn eigen project. Daarin verwerk je de gegeven theorie in de praktijk. We starten met marketing. Daarna volgt een blok marktonderzoek, dan sales en we eindigen het jaar met ondernemerschap. We werken doorgaans in de projecten samen en individueel aan een opdracht. Samen vaak aan een rapport. En voor een echte opdrachtgever. Dat zijn bedrijven die een probleem hebben. Dat kan zijn, hoe vergroot ik mijn merkbekendheid? Of hoe krijg ik nou meer inzicht in de klant? Of hoe verhoog je die omzet? Laat ik dat laatste eens even uitlichten. Dat hoort bij het salesproject. In het salesproject ga je op zoek naar een bedrijf dat werkzaam is in de B2B-sector. Dat betekent dat ze bedrijven of diensten leveren aan andere bedrijven. Je voert een gesprek met de sales director of een account manager en je analyseert op basis daarvan het bedrijf. Ook kijk je naar de directe omgeving waarin het bedrijf zich bevindt. Wat voor trends en ontwikkelingen zie je daarin? Op basis daarvan schrijven jullie een advies in teamverband over hoe het bedrijf hun omzet kan verhogen. Je leert dus schrijven hoe je een goed salesadvies maakt. Je leert niet alleen dat, maar ook hoe je een gesprek voert. Want hoe doe je dat nou, een salesgesprek voeren? En hoe ga je om met een afstandelijk dominante inkoper die precies weet wat hij wil? Of hoe zorg je ervoor dat de deal geclosed wordt? Je leert het in het salesblok. Een super leerzaam en uitdagend project waarin je echt even uit je comfortzone moet. Mooi, combinatie van wetenschap en kunst. En dit was dan jaar 1. Is het te doen? Het klinkt wel als heel veel. Ja, ik vond het zelf zeker te doen. Als je er goed bijhoudt, goede planning maakt en het moet lukken. Je zegt als je het goed bijhoudt, ja. Dat is eigenlijk gelijk een tip. Als je het goed bijhoudt, goede planning maakt, word je daarbij geholpen of moet je dat allemaal zelf uitdokteren? Ja, ik weet niet of het meer tijdens personal branding of communicatieve vaardigheden was, maar inderdaad, je moet je eigen planningen gaan maken. En we hebben ook studenten, decanen, lukt het niet, zit je ergens mee. Volgens mij hebben we ook voor Engels nog spreekuren. Stel, je hebt ergens last mee, er is altijd wel iemand die je kan helpen. Ja. Volgens mij zit er ook student peercoaches. Ja, klopt. Waarbij je ook altijd nog heel kan vragen. Studieadviseurs hebben we ook We hebben zoveel help. Ja, en ook Nederlands. Er is ook een taalspreker voor Nederlands als je daarmee worstelt. Heel veel mogelijkheden om dat te doen. Vond jij het te doen, dat eerste jaar? Ja, eigenlijk wel. Ja, zoals jullie eigenlijk al zei, je moet het gewoon heel goed bijhouden. En dan kom je eigenlijk al heel ver. Maar daarnaast is het ook zo, je doet het ook met een project heel vaak. Je project doe je natuurlijk met meerdere mensen. En ja, die stimuleren elkaar ook nog gewoon elkaar. Dus dan praat je natuurlijk over waar ben jij met je huiswerk? Of waar ben jij met deze opdracht? Wat heb jij gedaan? Dus elkaar heb je ook gewoon heel erg nodig. En dat helpt ook. Nou zitten hier al of staan hier allemaal studenten die het allemaal gered hebben. Een van de vragen van thuis, snap ik ook, is hoeveel mensen vallen af? Ja. Weet jij dat? Ja, dat zou ik wel moeten weten. Ik weet het ook ongeveer wel. Nou ja, wij zijn altijd ontzettend blij dat zoveel studenten voor commerciële economie kiezen. Maar we merken ook wel in het eerste jaar, wat ook een kennismakingsjaar is voor veel studenten, dat er helaas ook studenten afvallen. Gemiddeld genomen gaat ongeveer 60-65% door naar jaar 2. En door naar jaar 2 betekent dat studenten zijn die minimaal, jullie weten het vast nog wel, tenminste 50 van de 60 studiepunten hebben behaald. Als je 60 studiepunten hebt behaald, dan heb je je propeduizen, je eerste jaar met succes afgerond. En waarom die mensen afvallen, ja, daar doen we natuurlijk heel veel onderzoek naar. We doen ook exitgesprekken met studenten. Ja, in veel gevallen is er dan sprake van of dat de student erachter komt dat de studie niet helemaal past. Soms zijn er ook andere redenen die meespelen. We proberen studenten, als we merken dat ze net moeilijk heeft, nou, we hebben net al wat vangnetjes genoemd om ze zo goed mogelijk te helpen. Maar op zich is dat wel een uitvalpercentage dat wel vaker voorkomt bij CE-opleidingen die aangeboden worden door hogescholen in grote steden.
Maar zoals gezegd, we proberen zoveel mogelijk studenten te helpen om zich prettig te voelen en om hun studiepunten ook te behalen en om door te kunnen naar jaar 2. Was het voor jullie feestje toen je jaar 1 gehaald had? Ja, het is toch je eerste jaar, hè? Dus ja. Ja. Maar ben je ook door? En die 50 punten en die 60, ja. Is dat landelijk? Is dat overal hetzelfde? Voor zover ik weet wel. Er zijn vast hoogscholen die er iets van afwijken. Maar gemiddeld, grosso modo, is dat heel normaal om 50 punten als eis te hebben om jaar 1, om vanuit jaar 1 naar jaar 2 te mogen. Ja. Voordat we naar Sander gaan om te kijken waar hij is, is het nog goed om te weten dat je vragen kunt stellen. En stel nou dat jouw vraag gesteld is, maar niet beantwoord. Hou ons dan in de gaten, hva.nl/ce. En dan zullen we na afloop van deze livestream ook zoveel mogelijk van die vragen beantwoorden. En daar vind je ook allerlei contactgegevens om nog contact met ons op te nemen. Nu naar Sander. Ja, we zijn aanbeland in het kloppende hart van de Business Campus. De Noordserre. Een waanzinnige ruimte waarbij de transparantie heel goed zichtbaar is. Heel veel ramen, heel veel licht. Zo zie ik hier bijvoorbeeld de Mediatheek, hier beneden op de begane grond. Op de eerste verdieping de Johan Cruijff Academy en de afstudierichting Sportmarketing. Wat natuurlijk niet de enige afstudierichting is, want we hebben ook nog digital marketing, ondernemerschap en marketing en sales. En al die studenten die komen bij elkaar om met elkaar te werken in groepsverband. Ontzettend belangrijk projectonderwijs binnen deze opleiding. En dat projectonderwijs, daar hebben we heel vaak dan opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Die hier bijvoorbeeld een kick-off geven. Of nog mooier, dat jullie gewoon hier staan en zelf je presentatie op het eind van zo'n project doen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als je dan uiteindelijk, na 4 jaar keihard werken, zo hier in dat stoeltje zit en dat je wordt toegesproken omdat je je diploma in ontvangst neemt. Maar zover zijn we nog niet. Terug naar de studio. Dankjewel, Sander. Ik sta zo om me heen te kijken. Ik denk, wat ontzettend niet representatief. Allemaal mannen. Is die studie ook met alleen maar mannen? Dat willen ze thuis heel graag weten. Nee, zeker niet. Oh, oké. Okay. Nee, dus, dit is toeval. Dan. Wil je jezelf kort introduceren? Allemaal nieuwe gezichten. Wie ben je en hoe ben jij bij CE beland? Ik ben Pim. Ik ben net afgestudeerd en ben nu werkzaam bij de opleiding een half jaar. Ik ga dan een master doen. Ik ben eigenlijk bij de opleiding gekomen door de studies te vergelijken. Ik heb ook een dagje meegelopen als student voor een dag. En uiteindelijk voel ik CE toch, denk ik, de leukste opleiding om te gaan doen. Nu je dat toch zegt, CE en dan student voor een dag, wat is dat? Ik vond het heel lastig om een beetje te lezen online van wat is de studie nou eigenlijk? En ze hebben eigenlijk heel leuk een student voor een dag, dat je dus echt meeloopt met een student. En de lessen gaat ervaren hoe, wat je nou eigenlijk gaat doen, in plaats van dat je het online leest. Ja, mocht je daar ook aan mee willen doen, een keertje student zijn voor 1 dag. 1 juni doen we weer een sessie en ik realiseer me helemaal dat je je dan al lang hebt ingeschreven. Maar het is denk ik ook een hele goede voorbereiding. Dus als je denkt, ik wil dat eens ervaren, misschien omdat je de allereerste bent in je familie die naar het hbo gaat, zeker doen. Maar ook als je al broers, zussen en whatever allemaal hebt, een goede om te doen. hva.nl/ce, daar vind je meer informatie over hoe jij een keer 1 dag lang student kan zijn bij ons. Ja, de student voor een dag heb ik zelf persoonlijk niet gedaan. Ik ben er eigenlijk, weet nog steeds hoe ik hier ben terechtgekomen, maar ik ben er bijna in gaan rollen. Commerciële economie, 2e jaar nu, marketing sales global als richting. En Wilco, die ken ik ondertussen al heel goed, en dat is ook een projectdocent van mij. En dat gaat voor zover eigenlijk zijn gangetje, hè? Niet waar? Ja, zeker, zeker. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Yes. Ik ben Dave. Ik doe nu ondernemerschap, afstudeerrichting in mijn 2e jaar. Ik heb geen project gedaan. Ik doe nu een salesopdracht, vervangende opdracht. Wat ik zelf heel leuk vind. En ik ga denk ik volgend jaar mijn bedrijf opzetten. Dus het kan naast je school nog steeds. Leuk, ja, mooi. Ja. Dus nou ja, dat geeft ook wel antwoord op die vraag van al die verschillende studierichtingen. Hè? Digital marketing, global marketing, jij ondernemerschap. Ja. Welke studierichting doe jij? Ik studeer niet aan commerciële economie, HVA, maar ik ben natuurlijk docent. En ik geef de specialisatie digital marketing. Digital marketing is een specialisatie, maar is natuurlijk verweven in alle onderdelen van commerciële economie. En ik heb nog een paar spulletjes meegenomen hier vandaag, onder andere dit robotje. Want digital marketing, daar zitten ook dingen in als robotica en onder andere VR-brillen. En we laten die aan de studenten zien, zodat ze daar ook
ervaring mee krijgen. En dat ze daar eventueel ook onderzoeken mee kunnen doen. En dat is een van mijn rollen als docent. Om de studenten daarmee bekend te maken, onder andere. En ook gewone digital marketing doen we ook nog. Hoe word je goed gevonden op Google? Hoe pas je social media toe? Et cetera, et cetera. Helder. Top. Ik ben Benjamin. Vierdejaars student. Afstuderen richting ondernemerschap. Dus ik ben lekker aan het afstuderen nu op dit moment. En daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf, Livedreamers. Een platform om je dromen uit te spreken. En dat doe ik samen met de Ademtoren. Mooi. Ja. Dankjewel. Leuk. Goed om te horen. Ja. We hebben het al over PB gehad, maar dit app, personal branding, dit voelt ook bijna als wat daar onderdeel van zou kunnen zijn. Ja, ik heb daar heel veel van geleerd, want dat is gewoon van, oké, wat vind jij leuk? Ja. En wat wil jij laten doen? En hoe ga je het doen? Dus het is heel persoonsverbonden en dat is helemaal top. Top. Leuk. En de laatste? Ik ben Bram. Ik zit bij de studievereniging. Ik zit nu in jaar 4 sportmarketing, maar voornamelijk dus bezig met de studievereniging. Die heet Marco, even voor alle duidelijkheid. Ja, die heet Marco. De studievereniging vanuit de HVA, waar wij proberen dus de studenten wat dichter bij elkaar te brengen. Door leuke borrels te organiseren, leuke evenementen, reizen. We gaan op stedentrip over een week naar Praag. Maar we gaan ook skiën in de winter en we gaan surfen in de zomer. Dus zo proberen we eigenlijk de studenten die op het HVA zitten een makkelijkere optie te geven om even met je klas wat te gaan doen. Even leuk een borreltje te doen, maar ook een workshop. Een beetje je PB-skills dus ook verbreden. Dus sales workshops, LinkedIn workshops, eigenlijk alles. Ja, en je zegt ook studievereniging, hè? Niet studentenvereniging. Ja. Wat is het verschil? Het verschil is, een studentenvereniging is aardig verplicht. Zoals sommigen wel weten, dat is ook heel erg gefocust op drinken en ontgroenen. Ontgroenen, hè? Dat hoeft bij jullie niet? Nee, zeker niet. Bij ons is het heel, heel laagdrempelig. Gewoon, je mag komen als je wil, je bent altijd welkom. We hebben altijd wel een leuke vaste groep waar iedereen staat open voor nieuwe contacten. En ja, je hoeft niet te drinken, je hoeft geen 18 te zijn. Het mag allemaal wel. We hebben ook leuke borrels waar dat wel gebeurt. Maar we hebben ook dingen waar we gewoon focussen op jezelf en jezelf ontwikkelen. Dus eigenlijk. Ja, het is misschien belangrijk, denk ik, om voor de mensen thuis, als er ouders meekijken. Als je zoon of dochter dus kiest voor de studievereniging, Marco, dan heeft u niks te vrezen. Nee, wat kost zoiets? Want het klinkt super interessant. Het kost echt heel weinig in vergelijking. Je betaalt 15 euro per jaar. En daar krijg je eigenlijk, we doen elke maand wel 2-3 evenementen. Dan krijg je op alle evenementen korting of iets gratis. Of sommige evenementen zijn volledig gratis. Dat is eigenlijk, als je actief wil meedoen, dan haal je het er makkelijk uit. En het zit ook bij je boekenpakket, kan je het aanvinken. Dus eigenlijk waard om aan te vinken, zeker. Absoluut leuk. Goed om te horen. Kunnen mensen al een beetje indruk krijgen van? We hebben een Instagram, studievereniging Marco. We gaan dus volgende week naar Praag. Dus als je volgende week onze Instagram in de gaten houdt, dan zie je wel wat voor leuke dingen we daar allemaal gaan doen. En daar staan ook van afgelopen zomer de surfreis staat erop. Alle borrels staan erop. Onze workshops worden er bekendgemaakt. We hebben zojuist een workshop bij Morgan Green, dat is een recruitmentbedrijf in Amsterdam. Ja. Gaan we een sales workshop houden. Dus eigenlijk van alles. En op onze Instagram zijn we voornamelijk het meest actief. Dan kan je echt wel zien wat zo'n studievereniging inhoudt, zeg maar. Leuk. We hebben het gehad over personal branding. We hebben het gehad over een kennislijn met theoretische vakken. En meerdere keren werd ook al gezegd projecten. En daar wil ik het eigenlijk met jullie over hebben. Als je naar die projecten gaat kijken, samenwerken. Misschien met jou beginnen, Pim. Wat was het project waar je het meest positief naar terugkijkt, die echt is bijgekomen? Ik denk dat het project toch Under Armour is, waarbij we in 3 dagen eigenlijk een vraagstuk moesten oplossen. Normaal doe je dat over 8 weken, maar nu in 3 dagen. Dus je leerde echt omgaan met planning, deadlines. Hoe dat je tijd goed moest invullen. Het zorgde wel voor soms wat ruzie met je projectleden, maar uiteindelijk, als je het cijfer eenmaal hebt, dan kan je elkaar weer aankijken. Ja, dat je dat zegt. Zullen we daar eens op aanhaken? Hebben jullie dat wel eens? Dat er iemand in je projectteam zit dat je vindt, die mag wel een stapje harder lopen? Heel vaak. Wat doe je dan? Nou ja, rustig blijven sowieso. Ja? Docenten even inlichten dat jij wel goed bezig bent. Ja. Dan kan je eventueel nog gunfactor krijgen. En gewoon goed communiceren. Dus gewoon zakelijk houden. Niet boos worden en gewoon zeggen, jongens,
ik verwacht dit en ik zie het niet terug. Dit is wel belangrijk. Binnen een halve minuut krijg je nu echt een gigatip hoe daarmee om te gaan. Wat doe jij als ze bij je aankomen kloppen? Hij doet niks. Dan zeg je van oké, hoe ben je daarmee omgegaan? Want kom je nu meteen bij mij aankloppen van iemand anders doet iets niet? Of wat voor acties heb je eigenlijk ondernomen? Als dan blijkt dat er diverse acties zijn ondernomen om die student wel aan het werk te zetten, dan gaan we in gesprek over oké, wat voor maatregelen kunnen we nemen in de zin van dat jij dat kunt oppakken. En als dan alsnog blijkt van dat iemand iets niet doet of wat dan ook, dan gaan we weer praten over van wat de beoordeling wordt voor die student, de bewuste student. Dus daar zijn allerlei stappen en methodes voor. En het is vooral natuurlijk dat de studenten dat zelf oplossen. Maar in andere gevallen, het kan altijd nog een beetje verkeerd lopen, dan hebben we daar ook weer oplossingen voor. Nou, ik denk, Irma, dat daar je vraag helemaal mee beantwoord is. Want dat was een van de kijkersvragen. Mocht jij nu ook vragen hebben, stel ze gerust. In YouTube heb je een apart schermpje waar je kunt chatten. En dan proberen wij hier met z'n allen zo snel mogelijk het meest complete en eerlijke antwoord op die vraag te geven. We hadden het over een leuk project. Kun jij vertellen wat je nou precies doet? Wat is nou het recentste project wat jij gedaan hebt? Wat werd er van je gevraagd? Recense project van mij, dat vond ik eigenlijk ook gelijk het mooiste project, omdat het eigenlijk meer dezelfde regie kreeg. Dat ging namelijk over duurzame marketing, een supply chain binnen de kledingindustrie. Hierbij hadden we eigenlijk als bedrijf Scotch & Soda, dus dat was ook super tof. Alleen, hadden alle studenten datzelfde bedrijf? Nee. Elke studentengroepjes althans, projectgroepen, die had zijn eigen bedrijf, want je moest je eigen opdrachtgever zien te vinden. Dus je ging zelf eigenlijk op pad. Ja, hoe doe je dat? Nou, telefoneren, e-mail sturen, misschien via netwerken. Maar uiteindelijk ging het om de essentie, krijg het voor elkaar om de opdrachtgever te krijgen en daar verder mee te werken met het project. Dus je krijgt echt ook een beetje zelfstandigheid en het ondernemersstuk die erin zit. Leuk, mooi. Ja, dat zei je ook al een beetje qua sales. Ja, vergelijkbaar? Klopt. Ja, ik heb een project gedaan voor Join the Pipe. Ik ben eigenlijk nog bezig. Join the Pipe, ik weet niet of jullie het kennen, maar het is een bedrijf dat dus zorgt voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. En dan moet je een sales target van €3000 halen. En dan kan je dus een prijs winnen. Dus dat motiveert wel om dus te winnen. Ga je bijvoorbeeld naar Europa, ga je naar een plekje toe, ga je naar een hotelletje. En dan ga je daar door met de salesactiviteiten. En je gaat dus eigenlijk bedrijven bellen, misschien wel honderden, om dus zoveel mogelijk sales te maken. En ook al heb je geen sales, kun je toch voldoende krijgen. Omdat je dus wel leert om met bedrijven te communiceren. Dus dat is wel een interessant project. Als je dus geen bedrijf gaat opzetten, stel je doet ondernemerschap, hè, zoals ik, kun je toch nog andere dingen doen om het leuk te krijgen. Mooi, dus, dankjewel. Ik ga naar deze kant. Tof. In mijn derde jaar deed ik de minor ondernemerschap. Oh, wat leuk. Dus goed om voordat we te snel gaan. We gaan even stemmen. Een minor of een minor? Wie is er voor minor? Ik zeg altijd minor. De uitspraak. En wie is er voor minor? Ja, minor okay. Eigenlijk. Nee, dan gaan we gewoon met minor. Wat is dat, een minor? Voor mij was het een minor ondernemerschap. In een minor kan je kiezen welk... kan je eigenlijk voor alles kiezen. Piano? Bij wijze van spreken, als jij dat wil. Ja, nou, maar dat is echt zo. Hè? Dus je hebt veel keuzevrijheid. Nou, dat wordt zelden gekozen. Ik heb het nog niet meegemaakt. Maar je kan echt... En moet dat bij de Hogeschool van Amsterdam? Nee, dat hoeft ook niet per se. Kan ook elders. Ja. En jij hebt gekozen, dat wil je gaan vertellen, ondernemerschap. Ja, klopt. En daar had ik een samenwerking met de streetwearband Patta. Mocht je Patta nog niet kennen, het is een internationaal sneakermerk. In Milaan, Londen, Amsterdam en ga zo maar door. En daar hebben we een half jaar hebben we gewerkt aan een hoodie. En die hebben we ook gereleased met vier andere studenten. En dat was super tof. Heb je hem al een keer op straat gezien? Zie hem regelmatig. Ja? Hoe voelt dat? Het voelt mooi. Ja. Omdat je een half jaar zit bloed, zweet en tranen in. En iemand anders draagt het toch wel met trots. Want anders draag je het niet buiten. Dus dat ben ik gewoon heel trots op. Hey, en jij staat bij al deze nieuwe ontwikkelingen en de gadgets. Ja. Nou worden die normaal gesproken alleen met de open dag naar voren geschoven. Heb je ook al dit mogen ervaren? Heb je iets gedaan met nieuwe technologie? Of heb je... Ik ben er wel mee bezig. Dus het zit in mijn achterhoofd. Alleen daar moet je meer gaan in verdiepen. En, ik merk maar wordt dat gefaciliteerd als je dat zou willen? Ja, dat zeker. Dat zeker. Dus de mogelijkheden zijn er. Alleen de ruimte voor jezelf moet er wel zijn, zeg maar. Maar ze bieden het wel aan. Wat voor soort vragen krijg jij van studenten? Want jij bent ook bezig met dit soort nieuwe technologie. Waar lopen ze in vast? Of welke... Nou, het is niet zozeer dat ze vastlopen. Het is meer, er is heel veel belangstelling voor. De vragen zijn natuurlijk vanuit commerciële economie, vanuit zowel studenten, maar ook bedrijven. Van ja, wat kun je er nou mee? Hè? Want we vinden het allemaal heel leuk. Hè? Maar onze insteek is, en ook die van de studenten, van oké. Ik doe zo'n VR-bril of ik heb zo'n robot.
wat kan een ondernemer daarmee? Of wat kan ik daar als ondernemer mee? Hè? Want onze studenten worden ook ondernemers. En dat is ook waar de opleiding over gaat. Onderzoeken van, oké, hoe kan ik deze spullen toepassen om meer omzetten te genereren? Om hem even heel plat te stellen, maar ook om klanten tevredener te maken. Hè? En dat zijn de vragen eigenlijk die de studenten hebben, maar ook eigenlijk uiteindelijk de ondernemers zelf. Mooi. Nu hebben jullie het allemaal over verschillende projecten gehad. Is dat allemaal in Nederland? Of doe je dat ook op andere plekken? Nee, je kan het sowieso op andere plekken doen. In je tweede jaar kan je... Ik ben zelf in mijn derde jaar naar Californië geweest, mijn minor daar gedaan. Bij Long Beach, vlakbij Los Angeles. Wow. En echt super ervaring. Ja, en ook in het reguliere traject, heb je toen ook nog, of was dat met corona bij jou? Nee, in mijn tweede jaar ben ik ook nog naar Dublin geweest. Dat was wel geluk, want sommigen die moesten dat project vanuit huis doen. Maar ik ben echt naar Dublin geweest. Ik ga er straks op door, maar ik wil eerst eigenlijk een teleurstellend filmpje laten zien. Namelijk van die groep die dit jaar niet naar Dublin kon. Die hebben zoveel mogelijk online alsnog kennis met elkaar laten maken. En daar hebben we een filmpje van. Eén wisseling hebben we gedaan. Susanne, wil je jezelf kort voorstellen? Ja, zeker. Ik ben Susanne de Koning, docent commerciële economie en verantwoordelijk voor digital marketing. Digital marketing, dit was ook jouw groep, hè, Dublin? Ja. Ja. Hoe gaat het in het echt? Want jij bent er ook een paar keer met een groep geweest. Wat is er anders? Want dit was... Ja, nee, we zijn twee keer live geweest naar Dublin en twee keer de COVID-variant. Live is natuurlijk altijd leuker. Ja. Punt. Maar we hebben er ook een feestje van proberen te maken online. En de exchange met de studenten kunnen doen. Dus onze studenten hebben kennis gemaakt met studenten uit Dublin en andersom. Mooi. Ja, we kunnen heel lang doorpraten over wat we allemaal doen. Je mag ook nog steeds vragen stellen, maar ik ga alvast een beetje richting het eind. Ik ga jullie allemaal een vraag stellen over, zeg maar, zo'n studiereis. Hè? En ik weet dat sommigen van jullie dat helaas niet hebben gedaan of anders hebben gedaan. Maar in jouw geval, waar ging jouw studiereis naartoe? Heb je? Ik zou naar Londen gaan. Ja, of zou die naartoe gaan? Ja. Ik zit nu in mijn vierde jaar, dus dat was alweer anderhalf jaar geleden. En het was denk ik echt twee weken van tevoren gecanceld. Oh ja, het zit echt in de pech. En met mijn minor zou ik ook naar Londen of naar Parijs gaan. Maar toen zat ik ook in het ongeluk. Maar er zijn genoeg... Jij hebt het met de studievereniging wel voldoende gecompenseerd, denk ik. Ja, ik ben vorig jaar naar Moyer geweest uit Frankrijk. Dus dat zeker gecompenseerd. Ja. Had jij ook pech met de studiereis? Ik had geen pech. Nee? Waar ben je geweest? Ik ging lekker naar Gent, naar België. Leuk. Ja, was supergezellig. Ook mooi om te zien hoe het daar werkt, dus in België. En dat is gewoon heel anders dan in Nederland. Dat is gewoon mooi om te zien van dichtbij. Ja, en volgende week gaan we. Want we gaan wat mogen weer. De grenzen zijn open. Dus we gaan volgende week naar Parijs, naar Gent, Düsseldorf. Lissabon. Coventry. Dus als de deur open staat, gaat CE altijd weg. Ja, zeker. Ik ga ook naar Gent, natuurlijk. Ik zou ook naar Praag gaan met Marco mee.
Maar het was in hetzelfde weekend helaas gepland, dus ik heb toch voor Gent gekozen. Je had zelfs een luxe probleem dat je moest kiezen. Een heel zwaar probleem had ik. En uiteindelijk is het toch wel leuk, denk ik, om naar Gent te gaan, want ik kan zelf ook naar Praag. En in zomervakantie gaan we naar Monier toe, dus daar kan ik alsnog mee. Ja, jij bent ook lid van de studievereniging. Ja, ik ben ook lid inderdaad, ja. Dus, ja. Ik ben ook wel vaker mee geweest met feestjes ook in Amsterdam en zo. En dat was altijd heel leuk. Dus, Global marketing, die blijven thuis, neem ik aan. Zeker niet. Nou, we hebben niet zo'n luxe probleem meegemaakt. We moeten kiezen tussen verschillende plekken. Maar we zijn net 3 weken geleden waren we in Brussel voor een project geweest. Nou, dat was hartstikke interessant. Ook samenwerken met studenten daar. Ook tussendoor natuurlijk wel een beetje genoten van de stad zelf. En volgende week gaan we alweer naar Coventry. Dat is een buitenstad van Birmingham. Leuk feitje. Jaguar is daar uitgevonden, het automerk. En daar gaan we dan ook weer eigenlijk voor een project weer naartoe met studenten daar samenwerken. Voor een bedrijf waarvan er nog een geheim is. Dus ja, ik weet hem wel, maar... Weet jij wel, alleen daar kan je helaas nog niet mee omkopen om dat erachter te komen. Dus dat is even jammer. Nee, ik ga je niet in een bevoordeelde positie brengen. Global zit zeker niet thuis. Ook, we werken ook samen met Brazilië, Mexico, Spanje. Dus Global is Global, zoals het al zegt. Leuk, dankjewel. En je had het al verteld waar je geweest was. Nog eventjes, want je had een mooie introductie en daarin vertelde je dat je nu bij de HVA werkt ook echt. Hè? Ja, klopt. En daarna master gaat doen. Ja, dat wordt Digital Driven Business. Dat is een HBO master die je kan doen. En dat ga ik in september doen. Dus nog even een jaartje het studentenleven verlengen. Het is misschien iets te vroeg, maar dat kan dus ook. Hè? Begin with the end in mind. Uiteindelijk kan je ook een master gaan doen. Leuk, dankjewel. Kijkersvraag, loop je nou in jaar 3 of in jaar 4 stage? Nee, de stage is in jaar 3. Dus dan ga je 20 weken echt actief meelopen in het bedrijf. En in jaar 4 doe je je afstudeerscriptie. En dan word je eigenlijk als een consultant ingehuurd. Dus dan werk je niet actief mee, maar je adviseert het bedrijf. Mooi, 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 mooi. Ja, eigenlijk denk ik dat hij heel mooi rond is. We zijn vandaag begonnen met mooie activiteiten, studieactiviteiten. En daar zijn we eigenlijk ook mee geëindigd. Dus dat is iets wat je er zeker bij krijgt. Ik kan me voorstellen dat je gebruik wil maken van het aanbod om als student 1 dag mee te lopen. Kijk daarvoor op onze website hva.nl/ce. Wat nu als je denkt van ja, ik weet het, CE, HVA. Nou ja, inschrijven voor 1 mei. Voor 1 mei via Studielink, volgens mij studielink.nl. Ja. Ja, dus schrijf je daarin. Mocht je nu denken van, hé, maar mijn vraag is helemaal niet behandeld. Ik had hem wel gesteld, maar in alle drukte is die niet voorbij gekomen. Check ook dan hva.nl/ce, want daar proberen we alle antwoorden opnieuw te beantwoorden en samen te vatten. Heb je iets anders gemist? Wil je contact met ons? Ga naar hva.nl/ce. En bedankt voor al jullie antwoorden. Bedankt. Graag gedaan.